god, wat is dit, joh? Van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts. Hey allemaal en welkom bij een nieuwe Mindtopia aflevering hier op de DDG server. Het is alweer een tijdje geleden, dus ik ga allereerst, weet je, dat doe ik eigenlijk nooit. Ik vraag het deze keer gewoon, doe eens even een like en laat eens even een reactie achter. Sowieso, de video's die eraan gaan komen zijn wat meer interactief, dus ik zou het sowieso wel leuk vinden als jullie... gewoon eens een klein beetje mee gaan doen met de video. We hebben zelfs op een gegeven moment nog een video waarbij ik jullie reacties nodig ga hebben om de volgende te maken. Oh, we hebben een auto. Dus die gaan we daar zeker eventjes voor gebruiken. Dus welkom bij deze aflevering. Vandaag gaan we het hebben over iets wat nog lang niet zo ver is. Maar wat er wel uiteindelijk een beetje aan zit te komen. Mindtopia die 9 jaar gaat bestaan. Dat is in februari volgens mij. Terwijl we even lekker door Pine... Weet je wat we gaan doen? We gaan alle Pinewoodhuizen even bekijken. Maar dit was een van de eerste grote wijken die we toen bedacht hadden. Hier in Shaxia. Hallo! Oh, ik dacht even dat het Eclipse was. Is het niet. We gaan even kijken van wie alles is, want ik weet het ook niet. 9 jaar, jongens. We zitten nu op 8,5 ongeveer. Officieel in september is het alweer 9 jaar. Maar we tellen het vanaf de public natuurlijk. Van wie is het eigenlijk? Plot info. Het is van aarde, moeder aarde. Maar jullie hebben helemaal geen... Wow, yo. Het staat in de fik, Sephira. Jullie hebben helemaal geen dingen staan. Wat is dit? Waar is jullie plek? Waar is jullie kleding? Oh, hier staan de auto's. We gaan even de auto's van moeder aarde bekijken. Ja, 9 jaar dus. Als volgt. Dat was in 2015 of 16 dus of zo inmiddels. Denk ik ongeveer. En in al die tijd... voor mij spaart ze Ferraris. Ik weet niet hoor, maar dat idee krijg ik. In al die tijd hebben wij meerdere hele grote updates gehad. En het is al een tijdje verteld dat 7.0 eraan gaat komen. Ik mag de map nog niet delen met Danny. Van Danny, moet ik zeggen. Gewoon hij wil het wel een geheimpje houden. Niet dat allerlei andere servers die ook Mindtopia-achtige praktijken doen... dingen zouden kunnen kopiëren, misschien zelfs eerder dan ons live zijn... want een nieuwe server starten is ietsje sneller en ietsje makkelijker dan een bestaande server omzetten naar iets heel groots. Dus laten we even in het begin kijken waar we zaten. Weten we het nog? We hadden Cutraxia, we hadden Rolandia, Hera, Cosmo, Indus, Wastelands. Ik denk zo'n beetje dat het bijna zo'n beetje was. Vergeet ik er een? Weten jullie waarschijnlijk wel. Dit is 8 jaar geleden, jongens. Hoe moet ik dat nou weten? Van wie is dit huis? Plot info, Daan Holland, gok. In één keer goed. Daan, ik weet jouw huis. Ik heb het niet van tevoren gecheckt, jongens. Het is puur een gok. Maar ik kon me herinneren dat Daan de eerste was die hem kocht. En die had van mij ook het eerste huis genomen. Oh, wat heeft Daan eigenlijk voor nieuwigheid? Zou die iets hebben? We gaan bij Daan even onderzoeken of hij iets in de achtertuin heeft. Dat hebben we toen... Vanaf public heet het eigenlijk, hè. Hebben we toen best wel lang volgehouden. En ik kan me herinneren dat... Dit kan het toch niet zijn, Daan? Je hebt toch wel een tuin, maat? Geheime ingang. Houden we van. Ja, sorry. Dat hebben we toen een tijdje volgehouden. En... Daan. Je hebt hier letterlijk een plek voor... Oh my god. Daan, waarom staan hier geen auto's van jou? Oh ja, ik sta niet in fly. Zullen we dat even doen? /fly. Ja. Daan, je zou hier letterlijk een car show kunnen maken. Wat een kelder. Dit maken ze tegenwoordig niet meer zo. Dit is huge. En dat zit in zijn achtertuin. En dat doet hij niks mee. Daan Holland. Jij moet even wat auto's hier gaan neerzetten. Ja, toen hebben we ongeveer een jaartje, anderhalf... hebben wij dus die Cutraxia Rolandia steden allemaal gehad. Right? Dat weten jullie waarschijnlijk nog wel. En anders heb je het in video's gezien. En toen kwam het grote 2.0. Waarom kwam 2.0? Vind ik misschien ook wel een hele leuke om even uit te leggen. Vergeet ik een huis? Zeker weten. Deze vergeten we. 2.0 was er eigenlijk voornamelijk omdat de groei een beetje uit de game was... het steeds lastiger werd om in... Oh ja, Greydale was die andere stad. Koekoek. Om in steden als Greydale, Cutraxia... om überhaupt de aantal spelers die er was... Iedereen wou meer dan één huis. En ze wouden levelen en noem maar op. Winkels die er zaten, die wouden niet verkopen... maar waren eigenlijk ook niet constant actief en online. Dus we moesten vernieuwen. En in 2.0... moeten jullie zelf uiteindelijk maar een conclusie trekken naar 7.0. In 2.0... toen was het zo dat we gezegd hebben, weet je wat, alle steden behalve Mindtopia, die gaan weg. Misschien Malibu als dat al bestond. Ik weet echt niet of dat al bestond. Dat is toen allemaal weggegaan.
Alle oude steden zijn weggegaan. Deze is van Dit is Alleen. Maar natuurlijk is die van jou, met al je maatjes. En in een nieuw jasje gestoken eigenlijk hebben we heel veel standaard steden. Dus Cutraxia, Rolandia, Greydale. Die hebben het teruggebracht. Toen kregen wij uit mijn hoofd Atlanta, The City, Downtown, de Kaap en de Hill. Maar hadden we de Hill ook nog? Ja, ik denk dat dat hem zo'n beetje was. Met natuurlijk misschien dan dus een Malibu wat erbij zat en dat soort dingen. Dat was mooi, want eigenlijk vanaf dat punt moest iedereen weer even een huisje zoeken en begon het hele riedeltje. Waar waren we gebleven? Hadden we die nou wel of niet gehad? Ik heb geen idee. We gaan even kijken. Toen hadden we eigenlijk het rieltje wat we overnieuw konden doen. Spelers blij, actief. Ivo! Alleen, weet je wat het is? Het was nooit goed. Want voor heel veel mensen was het... Nee, Cutraxia gaat weg. Nu is het niet meer leuk. Maar het waren ook heel vaak mensen die eigenlijk niet meer speelden. Wat ik dan op zich wel jammer vond. Of mensen die eigenlijk een beetje vastgeroest waren in wat ze deden op een dag. En het moeilijk vonden om eigenlijk weer een beetje energie en moeite in een game te steken. Maakt niet uit, want sinds 2.0 zijn er natuurlijk heel veel nieuwe dingen bijgekomen. 3.0 zou meer een game-update zijn. Dus ik zit even te denken wat er toen allemaal bij kwam. Hallo Bert Beer. Oh, je werkt samen met Luc. Helemaal leuk. Het zou meer een game-update zijn waarbij we een gloednieuw banking-systeem zouden hebben. Gloednieuwe auto's zouden we hebben. Huh? Hoe is dit? Wayo. Oké, dat wist ik niet dat er een open plot was. Sick. Een nieuw bankingsysteem zou komen in 3.0. Nou, dat is dan wel een update geweest waarbij we volgens mij een beetje geswitcht zijn van admins. Ik weet niet zeker, maar voor mij waren dat Robert, Kieldor. Voor mij kwam Danny ook al om de hoek kijken. En die duurde lang, vriend. Oh my god, die duurde lang. Had te maken met dat de developer destijds... we gaan het niet meer onder de bus gooien, maar het is gewoon wat het is. Hey, deze is van niemand. Holy shit. Die deden nogal lang over. Dan zouden we live gaan en toen bleek dat echt een derde of de helft van de code eigenlijk nooit geschreven was. Vooral dat banking. Dus ik noem 3.0 niet een flut-update. We hadden ook nieuwe wapens gekregen. Noem maar op. Er wonen best wel weinig mensen hier in Pinewood trouwens. Ik dacht dat er veel meer waren. Wie is dit? Oh, dat is nog van die persoon. Holy shit, groot huis. Nou, dat was 3.0. Maar ik weet niet eens of we toen nieuwe steden hadden gedaan. Hadden we toen nieuwe steden? Voor mij wel een nieuwe The Hill-update, weet ik. Maar toen kwam volgens velen misschien wel een van de leukere updates. Alleen denk ik dat Deppie, Belgen, wauwauwa. Toen kwam een van de sixte updates, 4.0. En waarom zeg ik dat zo? Het was een van de sixte updates. Nou, dat komt voornamelijk... Hé, dit kan iemand gewoon nog bebouwen, volgens mij. Bruce Wayne, why don't you build? Bruce Wayne is gestopt, denk ik. Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste actieve spelers van nu begonnen zijn in 4.0 of daar pas grote spelers waren. Ja, dus mensen die elke dag speelden, veel geld hadden, noem maar op. Wat natuurlijk helemaal niet erg is. 4.0 hadden we dan, gaan we weer, Bruxia. We hadden... God, wat is dit, joh? Van voor naar achter, van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Nice, dat was gelijk mijn intro. Anyway, dit is dus een actieve speler, want dit is een nieuw partje volgens mij. We gaan even kijken. Plotinfo van Tim 2023 Bas. Maat, je hebt een sick huis. Maar heb je ook echt zo'n uitzicht? Zullen we even kijken? Oh, jij kan gewoon heel Pinewood bekijken. I love it. Iron Man huis. Hollandia dus, Bruxia, Dubai. Wat een flop zou ik niet zeggen, maar jullie vonden het nooit leuk. We hadden voor mij een gloednieuwe Malibu-reset daar gedaan. En toen kwam 5.0. En 5.0 was eigenlijk de merge van Mytopia World, waar we nu zitten. Oh, ik kan het trouwens veel beter rijden. Voor mij gaat het veel sneller. Dus Cutraxia, waar we nu zitten. Greydale kwam terug. En we hebben voor mij een geldreset gehad. We hebben bijna een halve texture pack reset gehad, waarbij alles kleiner ging. We hadden deze vehicles, die je nu ziet, dat je ze zo kan customizen. Die kwamen ook. Dus onder andere de Master was vroeger zo'n oud bakkie. Ik weet niet of je het nog weet. Maar die waren toen helemaal nieuw. Dat was voor mij, misschien was dat ook al wel in 4.0 bedenken in één keer. 5.0 was voornamelijk dus de merch update. Zo moet je het een beetje zien. Nou,
Heel veel mensen denken nu dat we nu in 5.0 zitten en hoezo heb je het over 7.0? Dat komt omdat inmiddels in 6.0 hebben wij best wel grote wijzigingen gedaan in een heel groot grind systeem. Daar heb ik ook een videootje van geüpload een tijd geleden, waarbij eigenlijk de hele game anders was. Er zijn inmiddels geen Grey Shards meer, maar Grey Tokens. We werken inmiddels niet meer met ministers, althans nu wel weer, maar toen niet. Waarbij we juist naar departementen gingen. Toen hadden we in één keer supports. Dat was eigenlijk de 6.0 update, dus die viel qua grootte voor jullie ook wel mee. Ik wil jullie er wel op wijzen nu. Want ik heb natuurlijk al best wel veel gezien, maar ik mag het nog niet allemaal delen. Jullie denken waarschijnlijk, David, dat gaat je auto langzaam. Ja, best wel, hè? Zullen we eens kijken of ik het gewoon zo kan zien? Ja. Oh my god, nooit geweten. Bij de Master kun je er dus eigenlijk net niet doorheen kijken. Irritant. Oh, hop. Dat 7.0 zal dus weer zulke grote veranderingen gaan hebben. Daarom ook dat het zo lang duurt, want Danny is er al een paar maanden mee bezig. Maar het gaat ook echt nog wel even duren. Dit is niet iets wat eind zomer klaar is, dat weet ik zeker. Het zal een beetje in de stijl zijn van 2.0. Hè, waarbij we eigenlijk de oude Mindtopia, Sunnyville stad hadden. Kutraxia, Heratopia, Hollandia. In één keer naar, nee, nu hebben we Atlanta. We hebben de Kaap. We hebben de City. En dat soort dingen. Misschien ook een beetje vergelijken met 4.0. Waarbij we alle steden weggejast hebben. En toen die Nederlandse steden teruggebracht hebben. Of Nederlandse steden. Hollandia, Bruxia en Dubai. Maar er gaat hier nog heel veel meer veranderen. En dat is waarom dus het zo lang duurt. Het moet namelijk echt, echt, echt heel goed gebeuren. Oh, we gaan ondertussen even lekker miljonairshuisjes kijken. Vind ik ook leuk. Jullie gaan ongetwijfeld nog... Hey, luxe huisje. Oh, handig als iedereen nou gewoon trouwens zijn username erbij zou zetten. Dat zou wel chill zijn. Er gaat zoveel veranderen. Dat het niet alleen de map gaat zijn. Het gaat niet alleen de manier van levelen, wat je kan unlocken, hoe speed werkt, hoe auto's werken. Oh jongens, de auto plugin. Ik heb hem al mogen gebruiken. Je kan driften. Het heeft niks meer te maken. Kijk, dit noem ik een beetje rijden op rails. Superleuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het is rijden op rails. Dus je geeft gas en als ik nu naar rechts ga, gaat hij instantly naar rechts. Altijd. Als ik dit met het nieuwe vehicle plugin doe, kan ik mijn handrem indrukken, vol gas geven en zo een donutje hierop draaien, zeg maar. Rook komt van de band af. Dat gaat nieuw zijn. Er zullen complete nieuwe beroepen komen en een veel makkelijker, ik mag niet te veel van Danny zeggen. Het wordt groot, in ieder geval. Het is niet één aspect wat we gaan aanpakken met een 7.0. Het gaat ook naar een hele nieuwe versie. Wie is dat? Oh, dat is niemand. Ja, gaat hier wat. We gaan niet alleen naar een hele nieuwe versie, dus 1.19 plus waarschijnlijk verder. Het zal niet alleen een mapverandering zijn. Het zal niet alleen de manier van hoe je speelt zijn. Het zal niet alleen hoe eco werkt, hoe je met grinden werkt, hoe winkels werken, vehicles werken. Hoe jij baantjes kan krijgen. Het zal niet alleen maar dat zijn. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is wat mensen moeten beseffen. Ik had het er met Danny over. Ik mag hier niet veel over zeggen. Ik blijf het herhalen. Maar nu, na zo'n beetje na 9 jaar, zitten we dus op een 7.0. Dat betekent dat we elke anderhalf jaar, ietsje sneller, hebben wij een hele grote update gehad. Waarvan sommigen inderdaad, voor jullie gevoel, was dat de update. Ja, want soms is ook een hele rewrite aan code is voor ons een update. Zodat het gewoon wat mee kan met de tijd, bijvoorbeeld. En zeker sinds mensen met 1.19, 1.16 inloggen, moet er soms nog wel eens een keer wat veranderd worden. Enfin, dat is niet zo voor jullie niet zo boeiend. Je hebt waarschijnlijk van David, wat lul jij nou een end weg. Right, ik ben het er helemaal mee eens. Maar deze update is denk ik groter dan 2.0 en 4.0 bij elkaar. Laat dat even inzinken. Sorry voor de stilte, maar laat dat even inzinken. Daarom zit er zoveel tijd in. En ik denk dat heel veel mensen... Het is een vies woord, hè? Maar het resetstukje, of het nou map is, of dat nou een rebalancing van eco is, of dat nou, we moeten alle vehicle stats moeten we gaan bekijken. Als je de snelste auto had, heb je waarschijnlijk straks nog steeds de snelste auto. Maar ik denk dat heel veel mensen dat heel snel vergeten. En trouwens, de echte Mindtopia-spelers weten dat het ook eens in de zoveel tijd moet, om de game ook leuk te houden. Ik weet alleen wel, behalve Pacific blijft trouwens, weet ik toevallig. Ik weet alleen wel dat een heel groot onderdeel van dit, wat Danny vooral doet, is dat hij zei, ik wil eigenlijk niet over anderhalf jaar
weer een nieuwe MacBook te maken. Ik wil eigenlijk niet dat mensen over anderhalf jaar weer op level 100 zitten of 100 miljoen euro op de bank hebben en dat soort dingen. Dus hoe het een beetje klinkt, en ik weet niet eens alles, moet je nagaan. Hoe het een beetje klinkt is dat dit misschien wel de end-all be-all map gaat zijn. Eentje waar we jaren mee vooruit kunnen gaan. Zonder dat het gelijk heel erg... we moeten gelijk uitbreiden. Pleur er maar een eiland naast en dat soort dingen. Is op zich wel een hele belangrijke. Ik zeg dus voor alle duidelijkheid niet dat alles wat hier staat weggaat. Laat dat even duidelijk zijn. Dat is totaal niet wat ik zeg. Het kan zomaar zijn dat ze zeggen, we gaan Newport ombouwen naar een nieuwe map. Ik weet het zelf allemaal nog niet eens. Ik weet alleen wel dat de voorbereidingen dit soort dingen... Nee, dit moet ik anders zeggen. Mooie afsluiting. De meest succesvolle mensen in elke versie van de grote Mindtopia-update... 2.0, 4.0, 5.0, 3.0 zelfs... waren mensen die zich heel erg lang van tevoren hebben voorbereid. Ga goed nadenken. Hoe ging het bij de vorige keren? Denk goed na. Hoe ging het bij de vorige keren? Ik kan me nog van 3 naar 4.0 herinneren, waarbij we die gigantische, behalve de steden, hadden we ook een gigantische eco-balancing. Weet je nog wat er gebeurd was met plots die jij had in de Kaap bijvoorbeeld of zo? Of dat je een of andere dik vet sharp plot had in de Hill. Er zijn een paar mensen die, voor mij hebben ze hem in Hollandia opnieuw gekregen en hebben ze hem nu in Miljonairs Rood. Dat heet even ver vooruitzicht. Wat is dit voor iets vets? Oh, Newtown. Goh, ik dacht, er is iemand zijn gebiedje op. Maar dat kan toch helemaal niet. Probeer daar eens goed over na te denken. Mensen die toen dachten, maar weet je wat? Want een maand van tevoren wisten dat er een eco-rebalancing was. Oh, shit. Rem. Oké, net gered. Die wisten dat er een eco-rebalancing zou komen. Ja, dan ga ik nou geen geld meer verzamelen. Weet je, sure. Alleen, is dat wel slim? Er zijn een aantal spelers vanaf een Mindtopia Wanted geweest. World, moet ik zeggen, niet Wanted. God, ben ik ook een dagje geweest hoor. Vanaf een Mindtopia World, die zo rijk waren, zulke plots hadden. Denk aan Thibaut 16, Big Papa, Explorertje, Mjaarten. Dat soort gasten. Pizza Box. Die tot de dag van vandaag nog steeds heel... Waarom is het nou ook weer een doodeind? Ik ben de weg kwijt, maakt niet uit. Die op de dag van vandaag nog steeds ongelooflijk veel hier hebben. Dus een voorbereiding vind ik altijd maar... is wel key om soort update... Dit loopt ook dood. Nou ben ik ook benieuwd ook waar ik ben. Even kijken, Newtown. Is het gewoon een eiland? Of ben ik nou gek? Hey, speler. Hey. Oh, nee. Ik zat gewoon verkeerd te kijken. Ik ben gewoon de verkeerde kant op gegaan. Is het een eiland? Niet helemaal. Wow, yo, dat ziet er vet cool uit, dat Newtown. God damn it. Nooit geweten dat het er was. Bereid je dus goed voor. Want dit is niet over een maand. Niet over 3 maanden zelfs. Maar het gaat wel een tijdje gebeuren. Ik denk dat het key is dat jullie nu de dikste auto's verzamelen. Ik denk dat het key is dat je veel op je rekening hebt. Ik denk dat het key is dat je fitheid lekker hoog is. Ik denk dat het key is dat je actief alle onderdelen van de game gewoon minimaal kent. Als je nooit wat aan je fitheid hebt gedaan, ga er de komende tijd wat mee doen. Het is gewoon maar een speltip van, goh, I don't know, de owner. Doe er alsjeblieft wat mee. Want rond 9 jaar, dan zitten we dus volgend jaar februari... denk ik dat de video's over 7.0 je om de oren vliegen. Moet dat wel. Als het niet al live is dan, maar nogmaals geen beloftes. Dan zitten we 9 jaar en zitten wij bij de derde grote update. Maar nummertje 7.0 noemen wij hem natuurlijk. In onze rekening. Oh shit. Zo, nu kan ik niet meer dood. Oh my god, wat geeft kreeft veel. Nooit geweten. Dus dat, die wil ik even meegeven. En sowieso wel lachen. Ik heb gevraagd, laat een reactie achter. Sowieso eventjes, like je natuurlijk. En ik ben ook benieuwd hoe lang jullie allemaal al spelen. Ga elkaar eventjes proberen het aan te sporen. Altijd standaard als je kijkt, even te liken. En altijd standaard als je kijkt, even een reactie achter te laten. Dat is altijd wel iets waar je op kan reageren, lijkt mij toch? Ja, dat lijkt me ook wel. Dus vandaag, hoe lang speel je al? Hou je ook van kreeft? Heb je een mooie master? Mooie Miljonairs Rood? En misschien ook wel, wat gaat jouw plan voor 7.0 zijn... om het eigenlijk vanaf dag 1 een beetje te kunnen ownen. Ik ga er wel vanuit dat het niet zoals een 2.0 gaat. Waarbij, je was natuurlijk weer een boomtakje. Vriendjes was met de gemeente, voorrang kreeg... en het dikste huis en de dikste winkel op dag 1 had. Daddy 026 zit natuurlijk inmiddels op deze game. Al jaren, die gaat dat niet zomaar toestaan. Dus ja, vriendjespolitiek kun je noemen, maar ik denk niet dat dat gaat werken in ieder geval. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties en ook benieuwd naar wat jullie van deze video vonden. Dus laat maar even zien in de likes natuurlijk. En kom lekker spelen op play.davidgames.nl. Ik speel nu op EP12, maar het kan zelfs op EP20 voor zover ik weet.
En we hebben sikke events die eraan gekomen. Een lange zomer tot aan natuurlijk de heerlijke herfst. En dan met z'n allen lekker winter vieren. En ik denk dat we dan echt al zo'n beetje in de buurt van 7.0 zouden kunnen zitten. Ergens volgend jaar al. Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in als ik. Zodra ik de green light krijg van Danny van dit mag je nu teasen, dan ga ik het ook zeker doen. Want er liggen gewoon 5 dingen op het puntje van mijn tong die ik niet kan zeggen, maar heel graag wil zeggen. Waardoor ik denk dat als ik het zou zeggen en iedereen snapt dus dat ze beter kunnen voorbereiden in plaats van wachten op de update. Maar kom wel online als het zover is. Ja, kun je doen. Maar dan voelt het waarschijnlijk voor jou een beetje alsof je in Cutraxia met level 1 begon op Republic. Daarom zeg ik spelen. Maar ik mag het helaas wel niet zeggen. Krijg ik op mijn kop van Danny. En dat wil natuurlijk niemand meer. Mensen, dat was de video. Bedankt voor het kijken. Ik ben nog steeds niet door Miljonairs Rood heen. Wat een ongelooflijk grote map is dit. Besef even. 7.0 zal maar groter zijn, jongens. Hint, hint. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En graag wijzen op dat je ook kan abonneren. En als je het al geabonneerd bent, moet je even het belletje bij het abonneerknopje eventjes checken. Dan kun je namelijk aanvinken of je wel of niet notificatie van het kanaal krijgt. Als je dat doet, dan krijg je ook daadwerkelijk de video in je subbox. En ben je niet afhankelijk van wanneer ik een video upload. En ons wiepen, misschien post op Discord of je het via mij oldschool ouwe lul hè, op Twitter hebt kunnen vinden. Bedankt voor het kijken jongens en heel graag tot de volgende keer. Groetjes, kusjes, oké, dag.